Man. In vandaag. In Nederland brengen twee keer zoveel mannen als vrouwen zichzelf om het leven. Terwijl vrouwen twee keer zo vaak depressief zijn. Nathan Vos verloor zijn broer David door zelfdoding. Om te kunnen begrijpen waar het misging met zijn broer... en met zoveel andere mannen ging hij op onderzoek uit... en schreef het boek Man, O Man. En dat verschijnt vandaag. En Nathan is hier. Goedemiddag. Welkom in Goedemiddag. de studio, Nathan. Voor dat boek interviewde jij weduwe, andere familieleden, experts. Je deed ook zelfonderzoek. Je bent drugs gebruiken, Je slikte MDMA. Allemaal bij, in een poging om tot de kern te Zeker. komen. Ja, ja. Maar het begon bij je broer, ja. David. Um, wat voor man was David? Ja, de liefste, de liefste broer van... Uh, we waren met z'n zessen thuis, vijf jongens en een meisje. En hij was het, het, het rustige middelpunt, achteraf bedacht. Een, de, een lieve man, hardwerkend, uh, goede vader, een lieve echtgenoot, goede broer, een goede zoon. Uh, en eigenlijk van, de, van alle broers, ik heb er vier, degene over wie ik me nooit zorgen maakte. En dat maakt het zo bizar en de manier waarop je het erover vertelt... Ja. zit ook alweer de schok van wat er gebeurd ja. is. Wat ging er mis? Nou ja, ja, daar want... gaat het hele boek over. Ja, maar... nou, precies. Wat in zijn hoofd ja. precies... Dat, 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 dat zullen we dat mee kunnen vragen. Maar ik denk dat hij toen ondergegaan is aan, aan druk. En uh, druk die hij zichzelf heeft opgelegd. Uh, aan, het, aan het niet goed... Uh, aan het denken dat hij faalde. Dat hij niet goed genoeg was. En dat, dat, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar... Uh, uh, als ik hem toen kwam, sprak die laatste maanden van zijn leven. En we hebben het helemaal niet voorzien dat het zou gebeuren. Eh, kwam dat er eigenlijk uit? Dat hij, dat hij het verpret, verprutst had? Waren er ook dingen uh, concreet misgegaan? Ja, gegaan? hij was op zijn werk, ging het mis. En hij was uh, een baan die niet paste bij hem. Maar ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Uh, en er was een permanente financiële druk. Uh, maar het probleem was, als ik dan vroeg, toen ik goed goed ging, hoe gaat het met je? Het is altijd goed. gaat altijd goed, goed, goed. Terwijl ik wel eens dacht: van, gaat het wel zo goed? Maar ja, als iemand zegt: het gaat goed. Uh, ja, wat doe je dan? Ja, maar je zei, die laatste maanden sprak je wel over, over de druk die er was? En nou ja, de eerste dat keer dat ik hem sprak toen, 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 toen ik wist dat hij ziek was, toen was hij eigenlijk al heel ver heen. Toen toen, uh, toen belandde hij er waar ik bij was in een psychose. En toen, toen liet hij wel weten dat, dat, het, ja, dat het eigenlijk allemaal uh, mis aan het gaan was. Dat in elkaar, en dat hij uh, ook niet sliep. Uh, en dat hij niet goed genoeg was. of dat hij dat een supervader moest zijn. en dan moest een super echtgenoot zijn. Allemaal dingen waar ik me echt nooit druk om maakte. En hij vond in één keer van wel. en ik, ik vond het toen wel heel erg zorgwekkend. Mm -hmm. Maar je zei hij was ziek? Nou ja, ziek achteraf zeggen van. het is een snelle ziekte geweest. Depressie is natuurlijk een ziekte. Hè. Dat, bedoel, dat, dat, dat is vooral wat het is. Uh, en ik had. Uh, zeg maar, twee maanden voordat hij overleed. toen hoorde ik voor het eerst. nou, hij zit thuis, hij is overspannen. En ik had zoiets van, ja, het kan gebeuren. Ja, uh, je hoort het vaker. Je hoort het vaker. Out, en, en dan kom je misschien wel weer ja. uit. Maar toen ik hem sprak, de, de eerste volgende keer dat ik het hoorde... Toen, toen was hij eigenlijk al veel verder heen. En ja, ziek, ziek is hoofd. Ja, ja. absoluut. Ja. En volsla toch volslagen onverwacht. Komt ja. dan dat einde? Daar, ja. daar, daar, daar hou je geen rekening mee? Dat nee. dat de consequentie kan zijn? Wat wilde je onderzoeken? Want... Uh, nou, ik kwam er toen, toen ik helemaal uit, toen we, of nou ik vooral de, uit de, uit de, uit de rouw was en uit de schrik en uit de shock, toen, toen daagde het mij dat, dat eigenlijk zoveel mannen uh, aan het klooien zijn. En voorheen was dat ook al zo, en ik zelf ook, en iedereen, maar ik vond het normaal. Wat is klooien? Uh, uh, nou, variërend van ontevreden zijn, jezelf niet goed genoeg vinden, tot, tot depressief, zeg maar, zeg maar. Alles wat ertussen zit. Kijk, suïcide is natuurlijk extreem. Maar eigenlijk heel veel mannelijke kennissen van mij en van mijn familie ook. Allemaal eh, zwoegen we maar wel door dat leven en, 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 en dragen ons lot. En, eh, en de ene vriend zat in een scheiding en ik dacht, hé hey, dat hadden we wel eens zien aankomen. De ander zat in een depressie. Dacht, hé hey, dat hadden we ook wel eens kunnen zien aankomen. De ander die zit al 25 jaar bloond op de bank. En denk nou dat kan gebeuren. En doordat het daarvoor was gebeurd en ik dat toen ook al heb bedacht van wat is daar toch misgegaan, toen dacht ik, shit. Wij, wij modderen maar wat aan. We weten eigenlijk helemaal niet wat we doen, wie we zijn. Nou, en toen zag ik de cijfers uh, over die suicide, hè, die je net noemde. Mm -hmm. En toen dacht ik, volgens mij is hier een probleem wat niemand ziet. En dan kan je heel goed zeggen: van ja, maar ik ben hartstikke gelukkig, nou hartstikke goed. En ik weet zeker dat heel veel mannen het goed doen. Maar ik denk toch wel dat heel veel mannen het niet zo, niet zo goed doen. En het misschien niet eens doorhebben. En denken dat het erbij hoort. En, en mijn, mijn, mijn stelling werd toen dat. Mannen denken dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze falen. En dat dat niet zo is. Dat moet je niet denken. Dat is Net. niet waar. Ja. Ja, en, en daar kwam je achter door. Nou ja, je, hebt, je hebt eindeloos veel gesprekken gevoerd. Ja. Ook, ook met, met vrouwen van mannen die hetzelfde hadden gedaan ja. als David. Zijn het allemaal hetzelfde soort verhalen geweest? Nou, ze zijn al. Uh, ik zou ze ontzettend, ja, maar... ontzettend tekort doen. Leven is anders. Ik zou ze ontzettend tekort doen als ik die levens en die mannen uh, zou scherp. Ik heb specifiek wel gezocht gewone mannen tussen aanhalingstekens mannen met een baan kinderen een gezin een vrouw die geen langdurig psychiatrische voorgeschiedenis had of niet, niet ernstig uh, die eigenlijk gewoon het wel oké okay deden uh, en bij wie toch is gaan schuiven nou er zitten wel heel veel variaties in van een man die eigenlijk al jaren uh, niet meer wilde leven en toch zijn best deed tot iemand die ochtends vroeg nog helemaal oké okay was en s'avonds dood was. Mm -hmm. Alles ertussenin. De verhalen zijn heel anders, behalve dat de uitkomst is hetzelfde. En eigenlijk al die mannen, de een wat extremer dan de ander... al die mannen die vonden dat ook, dat ze faalden als vader... als echtgenoot, als werknemer, als zoon. En bijna alle mannen, misschien alle mannen... maar ik heb het niet bij iedereen gehoord... hadden gewoon een probleem met hun vader. Met hun vader? Ja. En soms echt, en soms meer... Het, 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 het onbehagen uit het jeugd, het nooit kunnen praten over gevoelens, het niet geleerd hebben om man te worden. En je denkt dat dat een algemeen ding is? Ik, nou, Van laat ik het zo zeggen, ik denk dat daar een oplossing zit mm -hmm. voor heel veel mannen. Uh, ik denk dat er voor heel veel mannen een begin is uh, om een einde te maken aan het geklooien, als je dat tenminste zo voelt, hè? door eens naar je vader te draaien. Want die vader is natuurlijk degene, biologisch gezien, die. Jou van een jongetje een man had moeten maken. Die jou had moeten leren omgaan met die enorme driften. die in jongetjes zitten. Hè. Die driften kennen we. Mijn vaders hadden het druk, die moesten werken. De vaders die moesten moest de zaten voeden. in de fabriek, vaders ja. zaten op kantoor. Vaders zijn uh, het huis uitgeorganiseerd. Uh, en waren het huis uitgeorganiseerd. Nou ja, de, uh, ja. ja vroeger mm -hmm. wel. Uh, in de agrarische samenleving was je natuurlijk gewoon thuis. En, mm -hmm. en moeders zijn dan niet uh, genoeg? En moeders doen volgens mij een stinkende best. Mm -hmm. En doen, zijn waanzinnig belangrijk. Uh, maar als je het hebt over een, een jongetje, dat man wil worden... is het niet zo gek om te denken dat hij ook een mannelijk rolmodel nodig heeft. En dat zou logischerwijs zijn vader moeten zijn. Nou, ik had het niet, mijn vader was dat niet. En, ook en je niet broer had het. hem dus ook niet. Nee. En mijn broer ja. had hem ook niet. Mm -hmm. Mijn broer had hem zelfs omgekeerd, het was een omgekeerd rolmodel. Uh, dat heb je met vaders ik, uh, in het algemeen voor die alcoholist zijn of agressief. Nou, ik denk dat maar hij wilde veel... het beter doen dan zijn vader. Oh ja, maar ja. Dat, is, dat is het lot van ja. veel kinderen. Mm -hmm. Dat je het omgekeerde gaat doen van wat je ouders doen ja. of van je vader. Ja, en dan is er ook nog dat communicatieding. Nou, mannen sowieso, om het even ontzettend te generaliseren, wat lastiger praten. En dan zeker vaders ja, en zoon. Dat is een understatement. Ja. Uh, maar in het algemeen, een man is niet. Uh, een man wil, de oerman wil zeg maar niet zijn kwetsbaarheid tonen, niet, zijn schild laten zakken. Hè, dat die man moet vechten. Hè, dat, dat is al vanaf kind zo aan gegeven. Hè, dat, dat zit in onze aard. Dat heeft te maken met eh, onder meer, ja, het klinkt heel plastisch, maar de 72 miljoen zaadcellen die we per dag maken, daardoor zijn we eigenlijk overbodig, daardoor moeten we eigenlijk altijd vechten voor die vrouw. En het gaat heel ver hoor. Maar het, het, uiteindelijk merk je het gewoon aan de mannen om je heen. Waarom vraagt die man geen hulp? Waarom toont die man zijn kwetsbaarheid niet? Nou, praten is voor een vrouw, of je, en je kwetsbaarheid toont, is voor een vrouw een manier van relaties leggen. Als jij je kwetsbaarheid toont, als jij zegt ik voel me niet lekker of ik kan dat niet. Stel je je open, leg je een relatie met mij of met iemand anders. Voor vrouwen is dat heel fijn. Voor een man is dat heel beangstigend. Want als hij zijn kwetsbaarheid laat zien... ik kan dit niet aan, ik weet niet hoe dit moet... dan is je minder man. Uh, en de, daar heeft dat mee te maken. Ja. En ik, ik heb ook op een gegeven moment bedacht... Van, ik kan wel roepen, mannen moeten meer praten... op mannen moeten huilen. Dat werkt niet. Dat doen wij gewoon niet. Nee. Dus daarom ben jij nee. zelf in je ja. zoektocht naar die MDNA gaan ga grijpen. Ja. Om, te, om te kijken, wat ja. gebeurt er dan met me? En je zegt, nee. uh, uh, ga hakken mannen dingen doen. Ja, ja. maar uh, die man die, die praat al niet zo makkelijk. Nou, dat is dan eenmaal Helpt zo. Helpt het? Ja. Uh, dus wat je kan doen, is dat overslaan. Een MDMA-pil, ik, ik had er nooit iets gedaan. Ik, ik heb de slikte. En al je ra reden, ratio werd platgelegd. Al je besef van tijd, normen, waren. Dus alles, alles wat er gebeurt gebeurt gewoon in je hoofd. En alleen maar emoties, gevoelens, beelden. En, het is, en dat is gewoon goed. En dat is een heel fijn gevoel. En in mijn geval, specifiek, was ik niet naar op zoek, heb ik afscheid kunnen nemen van mijn vader. Mijn vader is al heel lang dood, maar we hebben het nooit afgerond. En daar kon het. Ik weet ook wel dat het in mijn hoofd zit. Maar goed, een herinnering zit ook in je hoofd. Ik vond het heel fijn. Dat ik mijn vader heb kunnen aankijken en dat we het goed gemaakt hebben. Maar dat is dus een manier ja. om, om te dealen en ook dat naar buiten gaan ja. en de houthakken, om het maar even kort ja. zo samen te vatten. Om, om te dealen met, met alle druk, met al het geklooi, met alle dat is, dat is het gevoel dat, dat, dat het niet genoeg is. Ja, dat wat is je een doet. manier die misschien meer ja. bij mannen past. Er zijn mannen ja. die heel goed kunnen praten en heel goed naar een okay. psycholoog moeten. Maar een gemiddelde man die wil eigenlijk naar buiten. Ja. Dit snap ja. ik allemaal. En ik snap ook als je zegt van... Uh, nou ja, de, de, de mannen die, uh, die hebben met heel wat te dealen... en, en die klooien, hè, wat, wat René Gude het gedoetje noemt... van, van het leven ook, dat, dat is er. Maar toch, wat er met David aan de hand was... wat er met de elf mannen aan de hand was... die jij uh, hebt onderzocht... die hebben een depressie. Die hebben ja. wat jij net ziek noemde. Ja. Dat is toch anders dan? Want, want anders zou het net lijken alsof, 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 alsof dit leven voor mannen bijna automatisch leidt tot een zelfverkozen oh, nee, eind. omdat nee, ze het niet nee, aankunnen. Nee, nee, De, de, de meeste doen het hartstikke goed. en, en verhouden zich tot een drift. en kunnen er wat mee. en maken bijvoorbeeld een mooie muziek. En een depressie is gewoon een ziekte. die kan je op allerlei manieren oplopen. Dat kan ook gewoon paf, een stofje in je hoofd zijn. Mm -hmm. uh, uh, dus wat David overkwam, dat heeft die andere mannen misschien niet overkomen. Sterker nog, niet al die mannen in depressie hoor. Mm -hmm. Er zijn ook mannen die, wat ik zeg, die ochtends oké okay waren, en s'avonds niet meer. Um, maar ik vind het wel belangrijk om je er bewust van te zijn dat het kan dreigen, dat het op de loer ligt. En dat het begint misschien met een somberheid. En dat gebeurt vaak na je veertigste bij een man: van, is dit het nou? He? Uh, 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 dat je misschien gaat denken: nou, ik, heb, ik, heb, ik heb het verloren, uh, uh, het doet, ik doe er niet meer toe. En dat, dat kan daartoe leiden. Mm -hmm. uh, en ik weet niet zeker of dat bij David zo gebeurd is. Maar ik, ik merk wel een zekere gelatenheid, een droefheid. bij heel veel mannen van mijn generatie. Waarvan ik denk: nou, doe er wat mee. Ja, wat jij ermee hebt gedaan, is ja. onder meer vragenlijst te maken. Ja. Een soort checklist van hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met, ja, met de ja. mannen in mijn omgeving? Dan ja, kan je hem zien, ja. ja wat wat ja. moeten we ermee doen? Moet, nou, dat welke zijn, vragen nou, moeten ja, mannen dus elkaar of wij aan mannen stellen? Uh, de, 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 de heftigste vraag die is ook bovenaan. En die, als je die vraag stelt, vallen mensen altijd een beetje stil. Is weet je wel zeker dat je vader van je houdt? En dan gaan ze over die vraag nadenken. En dan hoop ik dat het antwoord uiteindelijk is ja. Want hij heeft het tegen, gisteren tegen me gezegd. Ik ben het gaan vragen aan en We hebben dat gesprek gehad. Uh, en ik denk dat die vraag al heel veel oplost, omdat die zo heftig is. Maar een andere vraag, minder heftig, is: welke rollen speel je in je leven en hoe verhouden zich die tot wie jij bent? En dat soort gesprekken, dat soort vragen, die zijn denk ik waardevoller, ook tussen echtgenoten bijvoorbeeld, dan vind je mij nog zo mooi als toen we trouwden. Dat is ook een prima vraag, maar daar komt die man niet verder mee. Uh, en ook een vraag is: zeg ik altijd dat het goed gaat? Als, hè? En heel veel mannen ze zullen dat beamen, ook in mijn onderzoek. En dan, waarom, waarom zeg ik dat eigenlijk altijd? Het is toch heel leuk om met jezelf dat af te vragen? Waarom zeg ik altijd dat het goed gaat, wat misschien niet zo is? Nou, toch een opening tot gesprek, waar, waar mannen niet zo Absoluut. goed ja. in zijn. Nee, <laughs> uh, maar goed, ik heb de taal tot mijn beschikking. Ja. Uh, en ik, 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 ik beschrijf ook in mijn boek dat er ook fantastische experimenten zijn... waarbij mannen gewoon naar buiten gaan en niks gaan doen... En hout gaan hakken en inderdaad, en gaan schreeuwen. En ik heb zelf familieopstellingen gedaan. Dan praat je bijna niet, maar dan ga je wel onder systemen en patronen zien. Dat vinden mannen leuk, hè? Systemen en patronen zien. In een familieopstelling zie ik, zie je als man of als vrouw natuurlijk. Oh, wacht, ik ben zo, want mijn vader was zo en mijn opa was zo. Dat je ziet overal lijntjes ineens. Dat vinden wij leuk. En nu is er van jou dit boek Man O' Man. Wat heeft het jou gebracht? Vooral eerst een doel. Een bovengesteld doel in mijn leven. Ik wist niet dat het zo belangrijk was. Ik had ervan gehoord dat het belangrijk was, een doel. Nu heb ik het gemerkt. Het heeft me heel veel rust gegeven. Heel veel voldoening nu ook. Uh, het is, denk ik, verwerking. Op mijn manier. Dat weet ik niet zeker. Ik, uh, misschien valt er een zwart gat, maar dat gaan we zien. Ik denk, en, en heel belangrijk is dat ik denk dat ik die ontzettende negatieve energie. die shit van, van het overlijden van David. Dat ik daar iets goeds voor mee heb gedaan. Dat, dat is een heel fijn gevoel. Muziek komt veel voor in, in ja. je boek. Um, we gaan zo Willie Nelson draaien. I'm a Worried Man. Ja, Waarom mooi. deze? Nou, omdat het, uh, de tekst spreekt voor zich. Een, een vader die, die, die het niet rooit. Maar uh, Willie en, en, en volgens mij is het de nummer van Johnny Cash. Uh, dat zijn mannen die hun, hun innerlijke driften, en woede. die hebben die een stem gegeven. Die hebben daar een kracht van gemaakt. En, en uh, dat is niet iedereen gegeven. Maar dat is tenminste heel hoopvol. En zeker Willie Nelson. Volgens mij is je tachtig en een blootzeg suf. En dan denk je, ja, dat hadden we allemaal wel willen zijn. Ja. We gaan zo naar hem luisteren. Nathan Vos, vandaag verschijnt het boek Man O Man. Dank dat je er hierover wilde praten. Dank jou. En hier is Nelson: I'm a worried man.